Nou, ondertussen is het volgens mijn horloge 4 uur geweest. Dus ik ga van start met de presentatie. De workshop, zoals het heette. En de titel is Schermbloemen. Het is niet allemaal fluitenkruid en berenklauw. Ik heb deze presentatie gemaakt omdat ik al iets op de plank had liggen over schermbloemen. Ik had al een keer een presentatie gegeven in de Hoekse Waard voor de plantenwerkgroep daar. En toen gefocust op de schermbloemen die ze daar tegen konden komen. En toen kwam de Florendag langs en was het idee van, oh, laten we 's middags allerlei mensen uitnodigen dat die ook wat programma aanbieden. Ik dacht, ach, dat doe ik ook. En dan komen er 30 mensen of zo. En dan kan ik mooi echt iets van een workshop doen. Maar ja, er kwamen zoveel aanmeldingen voor de Florendag. En ook zoveel mensen die aangaven dat ze hierbij zouden luisteren. Dat ik dacht, nou echt interactief, dat gaat niet lukken. Dus het is wel voornamelijk een lezing. Waarbij je zelf af en toe wel even mag nadenken en wat noteren. De inhoud van mijn presentatie. Eerst iets over het karakter van schermbloemen. Wat zijn schermbloemen? Waar moet je kijken? En mijn doel is vooral dat ik je wat wegwijs maak in de algemene schermbloemen en wat zeldzameren. Maar eigenlijk vooral van waar moet je nou op letten bij schermbloemen? Als je wil weten of het nou geen fluitenkruid is of geen berenklauw. Waaraan zie je dat nou? Wat moet ik op de foto zetten? En dat er een heleboel soorten langskomen is eigenlijk dus helemaal niet zo belangrijk. Daar gaat het niet om. Het gaat er vooral om waar kijk je naar? Wat zijn die verschillen? En ik sluit af met wat tips voor de komende maanden of jaren. Afhankelijk van hoe intensief je ermee aan de slag wil en gaat. Als ik mensen vraag, ken je een schermbloem? En ze hebben ergens in hun achterhoofd wel een idee wat een schermbloem is. Dan komen ze met fluitenkruid. Ik vroeg het aan mijn man, absoluut geen florist. Maar inderdaad, ook hij noemde fluitenkruid als eerste. Dus het is ook inderdaad een heel mooi karakteristiek voorbeeld van een schermbloem. Jullie zien hem hier in het midden. Hier de bloemetjes, allemaal vijftallig. En dan een mooi paar van die meeldraden die eruit steken. En hier de vruchtjes, 2 aan 2, steeds samen op 1 takje. En hier hebben we wat omwindsel en dan allemaal zo verzameld in een scherm. En hier voorbeeld van het blad wat geveerd is. Hier zie je ook een heleboel van dat blad, maar natuurlijk wat minder gedetailleerd. En hier een blad aanzet op de stengel. Ja, waarom is dat nou een schermbloem en sommige andere dingen niet? Want we hebben hier een schermbloem en dit is geen schermbloem. Nou, het belangrijkste is dat een schermbloem 2 keer als een scherm vertakt is. Dus je hebt hier de knoop waarvan die schermen beginnen, de schermstralen. En dan heb je hier de tweede vertakking en dat eindigt dus in die schermpjes. En je kunt hier bladeren hebben. Dat heet dan omwindselbladen. En je kunt hier blaadjes hebben. Dat heet dan omwindselblaadjes. Als je met de flora wil determineren, is het heel belangrijk dus om op dat verschil te letten. Dat tweede niveau, dat begint dan steeds met een verkleinwoord. Dus omwindselblaadjes. En dit is een schermpje. En dit samen is het hele scherm. Maar goed, dat is vooral ook hoe het in de flora staat. En die woorden. Maar ik ga nu een beetje op een andere manier aandacht besteden aan die schermbloemen. Afgezien van die bloeienwijs is ook heel karakteristiek voor die schermbloemen. En dat heeft eigenlijk de andere plantenfamilies niet of nauwelijks. Dat het blad aan de onderkant een schede heeft. Die dus niet helemaal om de steel heen zit. Maar een verbreding onderaan die bladsteel is. Dus hier ook zie je die verbreden bladvoet, of ja, verbreding onderaan de bladsteel, die dus als een schede functioneert, maar half open is. En hier zie je dat ook, hier is het heel erg duidelijk. En hier zit waarschijnlijk ook de bloeiwijze van de engelwortel in. En ook hier zie je dus die schede. Dus als je zo'n vegetatief vindt waar het nog niet bloeit, dan kun je dus daaraan ook al het gevoel hebben, ah, dat is een schermbloem. Vooral in combinatie met geveerd blad.
Ik heb hier nou over nu de namen gezet van de planten waar dit voorbeelden van zijn. Maar dat is dus niet het doel van deze sheet. De meeste schermbloemen zijn wit. En dat maakt het zo lastig om ze te determineren aan de hand van die foto zoals je die hier nu ziet van boven. Ja, ik zie wel wat verschillen. Hier zitten de bloemen heel geclusterd. Hier zitten ze wat losser. Hier misschien nog wat losser. Hier heb je stralende bloemen met dus wat grotere bloemen aan de buitenkant. Dus die bloemblaadjes die steken verder uit. Dat noemen ze dan stralende bloemen. Dat heeft deze gewone engelwortel niet. Dus zo zie je wel wat verschillen. Maar het is knap lastig om met alleen deze foto te determineren. Dus we gaan vooral kijken naar andere dingen dan de bloemen. Oh ja, er zijn ook nog wat andere gekleurde schermbloemen. Voor mocht je we dus willen ergeren aan al dat wit, ga op zoek naar zeevenkel, pastinaak, venkel of pauwenzeedistel of de kruisdistel, die staat niet op deze foto. En dan heb je wat andere kleuren. Maar de default is wit of nou ja, misschien crème. Wat ook interessant is, maar verder niet zo helpt bij het determineren, is dat sommige heel eetbaar zijn. Kijk maar in je kruidenkastje, dan kun je ook de zaden van allerlei schermbloemigen vinden. Of gewoon bij de groenteman, de pastinaak, de peen, de peterselie, de selderie en de venkel. Allemaal schermbloemige familie. Maar tegelijkertijd zitten er flink giftige soorten in de familie. Dus kijk uit met schermbloemen zomaar in het wild plukken en eten. Ik zei al, ja, van boven zo'n schermpje. Heel lastig om te determineren. En dus ik zit af en toe als validator bij waarneming.nl allemaal foto's te controleren. En dan krijg je zoiets en denk je, ja, ja, het zou kunnen. Maar dit is niet wat ik wil zien. Ik wil andere dingen zien. Dus als iemand dit soort foto's uploadt, dan word ik blij. Dan wordt het veel makkelijker om te determineren en te controleren of iemand dat daadwerkelijk heeft gevonden, wat hij beweert dat het is. En dan kan ik bijvoorbeeld zien dat er hier allemaal omwindselblaadjes zitten. De vorm van dit bad controleren met van die mooie smalle slippen. En ook een beetje de algehele groeiwijze. En ja, in combinatie van deze kenmerken kan ik dit goedkeuren als aardkastanje. Een bijzondere soort die met name in de duinrand hier en daar voorkomt. Ik geloof dat ik hem zelf nog nooit heb gevonden. Maar dan, waar kun je schermbloemen wel goed aan herkennen? Nou, heel behulpzaam is al de geur. De tweede is de bladvorm. En ook heel erg handig is rekening houden met de standplaats. Nou, en dan heb je ook nog wat andere dingen, zoals die omwindsels, vruchtjes, stengel, bloeiperiode. En ja, die bloemvorm, kleur, nou ja, het helpt wel wat. En zeker als je ze goed kent, dan kun je soms ook wel van een afstandje zeggen welke het is. Maar het is meestal niet het eerste waar je op let. Ik ga deze dingen die hier nu staan, die zeven voorbeelden, die komen aan bod. Maar ik heb wat tussendoortjes, want ja, hoe gaat dat bij mijzelf? Ik kwam dit tegen en weet je, ik liep er al bijna voorbij en toen dacht ik, dat is toch geen fluitenkruid? Iets in die bladvorm, het is net wat fijner, het lijkt meer op een varen bijna dan op fluitenkruid. Maar ja, nee, het was toch wel een schermbloemige, dacht ik. Dus ik keek er nog eens naar en plukte een stukje. En ik rook. En ik rook aan ijs. Want het bleek Roomse kervel te zijn. Ik vond hem op een plek waar ik hem niet had verwacht. Dus vandaar dat ik ook niet gelijk daaraan dacht. Maar ja, waar verwacht je Roomse kervel? Nou ja, misschien in een heemtuin. Of een andere plek. Maar wat meer uit verwildering vanuit een kruidentuin. Maar hij stond bij de Roomse grinde. Aan het begin van het wandelpad. Hoe die daar terecht is gekomen? Geen idee. Wat me ook wel eerder was opgevallen, ik had Roomse kervel wel eens gezien, bijvoorbeeld in IJsland, in Reykjavik, is het een soort onkruid op straat. Maar dat die schermen, deze en deze, daar zitten allemaal geen vruchtjes aan. En het komt dat het zijscherm en de lagere schermen van Roomse kervel, die hebben alleen mannelijke bloeidelen. Dus alleen maar mannelijke bloemen.
En alleen die bovenste schermen, daar komen dus de zaden. Dus vandaar dat typische habitus van die lagere schermen zonder vruchtjes en die bovenste met. En geur is wel vaker dus handig. Want, nou ja, worteltjes, loof, ja, als je zo ruikt, dan is het peen. Ruikt het naar celderie? Oké, dan zal het wel celderie zijn. Peterselie, peterselie. Is het echt niet lekker? Dan weet ik dat het koriander is. Sommige andere mensen zullen dan denken, ha, lekker, koriander. Ruikt het naar anijs? Nou, dan is het of roomse kervel, of eventueel venkel of anijs. Maar die hebben zo'n ander blad, zoveel fijner. Of nou wel, nee, bij anijs weet ik het niet. Maar venkel in ieder geval, zoveel fijner blad. Dat er toch heel anders al uitziet. En pastinaak. Ik moet zeggen dat ik wel eens een keertje denk, oh, is het nou berenklauw of pastinaak? Als je die kneus. En ik denk of ik nou kokos ruik. Ja, dan ruik ik een zweem van kokos. Het is geen hele sterke kokosgeur. Maar als ik dat mensen altijd zeg, van ruik je wat? Nou ja, ja, ik ruik wel wat. Ruik je kokos? Ja, nou je het zegt. Nou, dus dat is typisch pastinaak te herkennen aan een zweem van kokos. Dus twijfel je bij een schermbloem? Heb je geen idee? Ruik er in ieder geval even naar aan. Misschien geeft dat gelijk een clue. Nou, nu is dat moment om even jullie papier te pakken. En ook eventjes dit schema te tekenen. Dus gewoon 6 vakjes. Die getalletjes erin, die hoef je niet te tekenen. Het gaat even om het bovenste. We hebben 4 type gebied. Nat, zoet, dus zeg maar de rivierkant, de slootkant. Zilt, kust, dus dingen die echt aan de kust groeien. Misschien duingebied of andere zilte omgeving. En zeg maar het droge, gewoon hier in de straat, in de berm, in het bos. En aan de andere kant grof gedeeld en fijn gedeeld. Dat gaat over of je het blad ja, grof noemt of fijn. Er zit natuurlijk een beetje arbitrair in, waar ligt de grens. Maar dat kan vanzelf wel achter wat jullie vinden. En wat ik hiermee ga doen, we gaan zo direct even, dan heb ik een lijst van al die planten die daarna nog aan bod komen. Of in ieder geval die in mijn lijstjes zijn opgenomen. En dan mogen jullie die gaan verdelen over deze 6 vakjes. En degene die je niet kent, waar je geen idee hebt, nou ja, die laat je zitten. En je eens kijken hoe ver je wel komt. En wat mijn doel vooral is, om te laten zien dat van die 27 soorten, als je ze op deze manier verdeelt, dat je dan eigenlijk al heel makkelijk op basis van de plek waar je bent en grof of fijn, een veel kleiner groepje overhoudt waar je nog uit moet kiezen. En dat maakt het leven natuurlijk een stuk makkelijker. Dan de lijst. Deze 27 planten heb ik opgenomen in vervolgsheets. Ik ga ze echt niet allemaal behandelen. Zou veel te veel zijn voor dit uur. Maar ze staan zo direct wel in lijstjes waarin ik ze dus heb ingedeeld op basis van die verschillende locaties en grof of fijn blad. En een deel daarvan die bespreek ik inderdaad wel over waar je ze handig aan kan herkennen. De namen die rood zijn, dat zijn echt zeldzame soorten. De blauwe, dat zijn een beetje de soorten die hier en daar redelijk algemeen voorkomen, maar in andere delen van het land heel zeldzaam zijn. Ik heb met name dan wat soorten die hier in de omgeving van Rotterdam in Zuid-Holland voorkomen. Dus wat meer dingen van de kust en van het veengebied dan misschien andere mensen van de zandgronden gewend zijn. En de zwarte, dat zijn echt algemene soorten die in heel Nederland wel voorkomen. Ik geef jullie nu even een paar minuten om die lijst te vullen, want anders dan schiet ik door voordat jullie die tijd hebben gehad. Dus ik denk over 2 minuten of zo, dan ga ik weer verder met de presentatie. Ik zie de vraag of ik de
antwoorden ook laat zien. Nou ja, die komen inderdaad wel aan de orde. Ik ga het alleen niet laten zien in dat schema zoals daarnet. Maar ik heb straks eerst een sheet over de grove bladeren. Dus dan staan die allemaal verdeeld over de drie groepen. En daarna die van de fijne. Dus ja, eigenlijk geef ik het antwoord straks wel. Oh, de bron van die mooie afbeeldingen op het titelblad. Ik moet zeggen dat het antwoord ben ik je schuldig. Een mooi oud kruidboek. Ik denk echt 16e eeuws. Misschien is het wel dodoens of zo. Ik weet het niet. Ik heb het idee dat die 2 minuten ongeveer om zijn. Misschien kunnen mensen die video hebben even knikken of ze zeggen ja, ik ben dan wel zover. Of nee, absoluut niet. Of in de chat even iets. Ik zie dan wat geknik. Maar nog niet zo overtuigend. Moet ik nog even tijd geven? Ik zie nog wel wat geknik op die vraag, dus ik wacht nog heel even. Nee, degene die je niet kent of niet weet, dan laat je die over. Maar ik wil vooral jullie uitdagen dat je eerst eventjes zelf nadenkt voordat ik al laat zien wat ik denk hoe het zit. En ik merkte zelf dat ik het soms best lastig vond om dingen te zeggen. Ja, is dat nou zilt of is dat nou toch niet? Dus ik heb ook nog wat zitten schuiven. Sommige dingen zitten een beetje zo op het randje. Waar komen ze veel voor en waar ook af en toe? Ik bedoel, ik ken fijne kervel vooral uit de duinen, maar toen ging ik kijken en toen bleek dat het toch ook in het binnenland op diverse plekken, met name ook wel een beetje langs de rivieren, voorkomt. Aanleiding was dat ik het zelf hier midden in Rotterdam tegenkwam, aan de voet van de Rijksweg, een snelweg, en heel verbaasd was. Nou, ondertussen denk ik dat mensen wel zover zijn en anders dan ja, komt het vanzelf toch wel ook langs. Allereerst de groep met de grove bladeren. Nou, heel bekend daarvan zijn natuurlijk de 2 berenklauwen. Ik heb hier de reuzenberenklauw links afgebeeld. Als hij bloeit, eigenlijk heel makkelijk te onderscheiden van de kleine de gewone berenklauw, omdat hij nog extra veel schermpjes heeft. Maar afgezien daarvan natuurlijk de scherp bladpunten en de gevlekte steel, die je hier ook al wel kunt zien. Die komt straks nog terug. Daaraan kun je hem herkennen. En rechts het onkruid, waar heel veel mensen een gruwelijke hekel aan hebben. Maar dat komt vooral omdat ze hem niet tot bloei laten komen. Want als 7-blad bloeit, dan is het toch echt wel een charmante, mooie schermbloem. Ja, ik weet natuurlijk ook wel dat hij uitlopers vormt en daarom, als je hem eenmaal hebt, een flinke plaag kan zijn in je tuin. Gelukkig heb ik hem zelf niet. Maar goed, hij is ook goed voor de pesto. En dan hier de verdeling over de 3 type standplaatsen. Natte standplaats, groot moerasscherm. Opvallend, hè? 3 dingen die groot zijn. Die houden blijkbaar van water. Dan worden ze groter. Nee, ik weet het niet. De grote engelwortel, die is hier afgebeeld. Hij staat hier in Rotterdam heel veel in de beschoeiing van de rivier. En we hebben hier echt, zoals je kunt zien, eb en vloed. Dus met vloed, dan kan hij zo ver onder komen te staan. En met eb, dan valt hij weer helemaal droog. Dan is het water veel lager dan de plant. Dat is typisch een rivierbegeleider. De grote wateräppen
En het groot moerasscherm en de kleine waterappen, die komen zo direct nog uitgebreid aan bod. Dat zijn echt een beetje de slootplanten. Hoewel vooral ook de grote waterappen het ook goed doet langs de rivieren tussen het basalt. En de waterschilling, al wat zeldzamer, in ieder geval hier direct in de buurt van Rotterdam, kom ik hem praktisch niet tegen. Ik weet één plekje, waarvan ik vermoed alleen dat hij daar eigenlijk een soort aangeplant is in een natuurlijke oever. De grove bladeren, ziltestandplaats, daar noem ik zelderij. Is misschien een beetje de vraag of hij echt grof of fijn is, maar ik schaar hem toch maar onder de grofbladige. Dus dat is makkelijk. Ben je echt op zo'n zilte plek en zie je dit soort grove blad, ja, dat kan niet missen. En dan de droge staanplaats. Nou, gewone berenklauw, reuze berenklauw hebben we net al even genoemd. Dit is het blad van de gewone berenklauw. In dit geval wel rood aangelopen, maar egaal. En dat is dus een verschil met de gevlekte bladstelen en stengel van de reuzenberenklauw. Dus de gewone berenklauw kan wel rood aanlopen, maar dan is het eigenlijk egaal rood en niet gevlekt. Hier staat dan de gewone engelwortel. Die komt wel eens voor in de buurt van de grote engelwortel, maar in het algemeen staat hij op drogere standplaatsen. Dus dan staat hij in de berm en de grote engelwortel echt in de oever. Grote bevernel komt hier en daar in mijn regio voor, niet veel. Pastinaak, wel een heel algemene soort, met name ook omdat hij heel veel wordt ingezaaid. Nou, daar noemde ik net al van dat de geur heel makkelijk is en als hij bloeit is hij geel. Dus oh ja, ik had eigenlijk die gele en blauwe dingen niet meegenomen. Is de pastinaak daar toch ingeslopen? En de reuzenberenklauw ik net al gehad en zevenblad hebben we ook gehad. Nou, ik denk dat eigenlijk de meeste hiervan, als je die bladvorm voor je ziet, dan zijn ze heel goed uit elkaar te houden. Ik heb nog een paar tips daarover. Soms vind ik zevenblad en gewone engelwortel, als het niet bloeit, best veel op elkaar lijken. Nou, zevenblad heeft een soort driekantige stengel op doorsnee, terwijl gewone engelwortel, die heeft echt een gootje erin. Dus daar kan ik dan aan testen. En engelwortel ruikt kruidig. En zevenblad, ja, die voor mijn gevoel ruikt gewoon groen. Hier in de buurt moet ik dus wel vaak opletten of ik gewone of grote engelwortel tref. Zeker dus in de buurt van de rivier. Dan kan het nog wel eens tricky zijn. Maar het meer toppige blaadje van de grote engelwortel. Dus dat het topblad in een beetje in drieën gesplitst is. Even kijken of dat op deze foto te zien is. Ja, hier zie je bijvoorbeeld zo'n topblad wat dan al drie punten heeft en hier ook. Nou, dat is al een aanwijzing en dan weet ik eigenlijk al zeker dat het de grote engelwortel is. En de grote engelwortel heeft ook de rolronde bladsteel in plaats van dus de bladsteel met goot van de gewone engelwortel. Nou, die reuzenberenklauw heb ik al genoemd. Aan de ene kant dus de vlekken. Dus niet egaal paars, maar als er paars op zit, dan zit het in vlekken. En de spitse bladtoppen. En die pastinaak, die ruikt naar kokos. Hiernaast de grote bevernel met behoorlijk karakteristiek blad. Waarvan ik het gevoel heb van ja, dat lijkt eigenlijk niet op een van die andere planten met grof blad. Dus daardoor lijkt me goed te... ja, ik zit net even in de chat, zie ik onder droog en fijn gedeeld zit overvol. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wel het meest gevulde vakje. dan dat drietal wat inderdaad soms lastig is. Groot moerasscherm, kleine waterappen en grote waterappen. En toen ik begon met floristiek hoorde ik al snel over de ABC-regel. Nou ja, dat was eigenlijk niet ABC, maar ABS van Apium berulaceum. En ondertussen heet Apium niet meer Apium, maar Heloscyadium. Die is sinds de laatste flora is hij hernoemd. Dus het is nu de HBS-regel geworden. Nou ja, wat houdt die in? Dat je naar het blad kunt kijken en dan kunt kijken of er in de bladsteel onder de laatste zijblaadjes of daar een tussenschotje zit. Want die onderste bladen van deze plantensoorten,
We hebben hier naast elkaar, dit is de grote waterebbe, dit is de kleine waterebbe en dit is groot moerasscherm. Die hebben allemaal als onderste blad gewoon één keer geveerd, verder vrij grove zijblaadjes. Hogerop verandert dat blad wat van karakter en dan wordt het meestal eigenlijk heel makkelijk om ze uit elkaar te houden. Maar vooral dat eerste blad, dat is knap lastig. Of kan knap lastig zijn. En dan heeft dus Berula heeft één tussenschot. Groot moerasscherm heeft geen, dus dan is hier niks. En grote waterebbe, die schijnt er minstens twee te hebben. Maar ik heb gezocht in mijn fotocollectie en ook eventjes op andere plekken gekeken of ik daar een foto van kon vinden. En die kon ik niet vinden. Dus dat staat nu op mijn wensenlijstje om daar een keer een goede foto van te maken. Ja, en dan kan je gebeuren. Ik weet niet wie vanochtend van jullie de presentatie van Leni heeft bijgewoond. Dat je toch nog echt iets bijzonders vindt. Nou, dit heb ik niet zelf gevonden. Dit was een toevalstreffer door medewerkers van Van der Goes en De Groot. Ecologisch adviesbureau, onderzoeksbureau. En die vonden dus in Rotterdam in zo'n soort ja, grasmat, gewoon een gazon, wat regelmatig gemaaid wordt, vonden ze kruipend moerasscherm. Hartstikke zeldzaam. Maar dat is dan de kleine versie van de die we dus daarnet hadden, het groot moerasscherm. Alleen groot moerasscherm die gaat juist een beetje de lucht in. Die tussen de rietplanten en de zeggens in de oever kruipt die een beetje omhoog. Het is geen echte slingerplant, maar doet aardig alsof. Terwijl deze juist echt ja, zich gewoon over de grond matjes vormt. Zich daar verspreidt. Dus ja, je kan altijd iets raars tegenkomen. Dat je toch moet denken van, god, dit is wel heel klein. En het lijkt verder niet op wat ik ken van groot moerasscherm. En dan verder kijken of je de rest van de kenmerken kunt determineren. Dus het blijft toch een kwestie van ook gezond verstand. Af en toe blijven twijfelen. Denken, hey, het ziet er anders uit. Hier nog even terug naar die driedeling van daarnet. Dat groot moerasscherm, kleine waterebben, grote waterebben. En hier zie je eigenlijk dat als ze bloeien of vrucht hebben, dan is het heel makkelijk. Want groot moerasscherm, die heet in het wetenschappelijk Heloscyadium nodiflorum, want hij bloeit op de knopen. Hij heeft hier bloeischerm en er zit bijna geen steeltje aan dat scherm. Nou, dat is heel karakteristiek, dat hele korte steeltje onder het bloeischerm. Dus dan is het makkelijk, want deze die heeft zeg maar normale stengels daaraan zitten. En ook hier is die steel die zelfs nog langer. En dan die bladvorm, die van groot moerasscherm, die blijven onder en boven bijna precies hetzelfde. Maar die van kleine waterebben, die wordt steeds fijner en wat meer getand. Wat flodderiger ook nog bovenin, wat korter, met nog minder zijblaadjes. Ja, en dat is heel anders dan dat onderste blad. En grote waterebben, die heeft het netste blad. Eigenlijk heel fijn gezaagd, valt van een afstandje niet eens zo hard op dat hij dan gezaagd is. En vrij stevige grote bladeren. Dus in die toestand is het eigenlijk geen twijfel meer. En waar kan je dan toch nog tegenaan lopen? Dan denk je, ja, dit was schermbloemen met grof blad. Maar grote waterebben en ook moerasscherm en ook de paar soorten torkruid. Als de eerste bladeren zich onder water ontwikkelen, dan maken die extra bladoppervlak. Die zijn dan fijner. Ik heb vermoeden, maar ik weet niet helemaal zeker dat het is omdat ze dan meer zuurstof daarmee op kunnen nemen. Zolang ze onder water zitten. Of misschien op een andere manier. In ieder geval dat die oppervlakvergroting ze helpt. Of misschien beter kunnen tegen sterke stroming. Dat het water doorheen stroomt. Nou ja, in ieder geval kun je dus op sommige plekken vroeg in het jaar dit soort blad vinden. Nog zonder dat je dat blad ziet. En dan kun je aardig in de war raken van wat is dit nou weer? Nou, dan kan het dus zijn dat je het onderwaterblad, in dit geval dan van die grote waterebben hebt. Want dit zijn gewoon echt drie verschillende bladeren van praktisch dezelfde plant of planten die heel dicht bij elkaar stonden. Dit is allemaal grote waterebben. Zoveel verschil zit er in dat echte onderwaterblad, half onderwaterblad zeg maar. En het ja, volwassen blad noem ik het maar. Torkruid heeft bijvoorbeeld watertorkruid, heeft eigenlijk al fijn blad. Maar ik noem hem hier omdat hij ook
onderwaterblad heeft, wat nog fijner is dan het normale blad. Dus als je extra fijn blad, schermbloemenblad, tegenkomt in een natte situatie, denk er dan aan, dat is misschien het onderwaterblad van die schermbloem. Dan spring ik over naar de categorie met fijner blad. Die zijn gemiddeld wel iets lastiger, vind ik zelf, dan de grofbladige. Er is meer wat lijkt op fluitenkruid dan dingen die lijken op berenklauw. Maar als je deze plaatjes ziet, dan vind ik het al, nou, zit best wel wat verschil in. Al is het maar in de kleur, maar ook toch in de vorm. Moet je kijken, een hele lange sprietteraan van heggedoornzaad. Daar is hij onbekend, dat hij zo'n heel lang gerekt topblad heeft. De hondspeterselie met mooi afgeronde topjes. Komt toch heel anders over weer dan de donderkervel, die duidelijk behaard is. Dat zie je al op de foto, een beetje doffig. Fluitenkruid glanst wat meer. De fijne kervel, ja, dit is niet zo'n hele geweldige foto. Je kan de bladvorm goed zien, maar hij heeft ook wel blad wat netter oogt dan dit. Dit is wel heel rommelig. En gouden ripzaad, die echt wel heel veel op fluitenkruid kan lijken. Op deze foto lijkt het wel heel simpel, echt zo grijzig, maar in de praktijk zo grijzig is hij niet altijd. Maar inderdaad wel grijziger dan fluitenkruid. Hier de indeling van wat ik bij fijner blad allemaal heb ingedeeld. En dus inderdaad, bij droogzoet heb ik 9 namen. Dat is echt de grootste categorie, dat klopt. Nou, bij natzoet hebben we de melkeppen. Die heb ik ook nog zo direct wel in het lijstje van waar je hem aan kan herkennen. Pijptorkruid, die staat echt in de oevers hier van het Veenweidegebied. Is wel heel erg aan het achteruit gaan. Is een soort waar we ons zorgen over mogen maken. Watertorkruid staat wat meer echt in de sloot. En die hebben we daarnet ook al een keertje even langs zien komen. Ik noem het altijd een soort torenbouw. De stengel begint heel dik. En dan ieder laagje, dat wordt weer echt een klein stukje kleiner. Een soort toren van Pisa of meer de toren van Babel zoals die wordt afgebeeld. Iedere ring is weer een slagje dunner. Zilt, nou ja, de dodemansvingers. Dat is een soort die komt een beetje uit zuidelijker streken. Maar de laatste tijd wordt die steeds vaker hier in de regio gezien. En dan met name in de buitendijksland. Dus echt aan de grote rivieren waar het water vaak nog wat zilt karakter heeft. Maar het zou me niet verbazen als hij toch ook eigenlijk wel het zoete niet echt schuwt. Dus ik heb hem met wat aarzeling bij zilt neergezet. En eigenlijk bedoel ik hier ook zilt en echte kustplaats. Knopig doornzaad, die vind je hier op diverse dijken echt aan de kust. Bijvoorbeeld op de Maasvlakte hebben we van de zomer hele mooie collectie gezien. Echt matten vol met knopig doornzaad. En zilttorkruid, ja, dat is ook echt er eentje van de zilte vlaktes aan de kust. En dan droogzoet. Ja, dat is echt een lange lijst. Donderkervel, dat is eigenlijk wel een grappige dat ik die algemeen noem. Terwijl die hier in mijn district echt niet algemeen is. Het is er eigenlijk eentje van de zandgronden. Maar toch, hier en daar duikt die dan wel eens op. Dus als je kijkt naar het verspreidingskaartje, dan lijkt die toch bijna heel Nederland wel algemeen. Maar het is echt, als ik naar het oosten ga, naar de zandgronden, dan kom ik die veel meer tegen. Nou, de fijne kervel, die ken ik dus vooral uit de duinen. Daarom had ik eerst de neiging om hem hier bij zilt en duin, zeg maar, zilt en kust te zetten. Maar goed, toen keek ik en toen bleek dus dat hij toch ook meer binnenlands wel voorkomt. Vandaar dat ik het toch maar weer bij droogzoet heb neergezet. Want hij is niet van het zout. Hij is wel bij ons dan meer van de kust. Nou, fluitenkruid kent iedereen. Geflekte scheerling. Echt zo'n snelwegbegeleider. Als je het verspreidingskaartje bekijkt, met name van de kilometerhokken, kan je steeds heel goed zien dat hij langs de snelwegen, daar staat hij overal in de middenberm. Hij begint hier in Rotterdam vanuit de snelweg de stad in te raken. Ik weet niet hoe het verder gaat, ben benieuwd. Gouden ripzaad, wat zeldzaam, maar hier in Rotterdam ook al op een paar plekken ingebeurd. Houdt stand.
Heggedoornzaad, zagen we daarnet het mooie blad van, met die lange topspits van. Hondspeterselie, die is wel inderdaad overal een beetje. Kom niet vaak tegen, maar het is moeilijk te voorspellen waar die precies opduikt. Peen, die kent iedereen. Natuurlijk ook van het eten, al is dat wel een iets andere cultuur, iets andere variëteit. Maar die groeit op, overal, wordt ook veel ingezaaid. En de roomskervel, die we natuurlijk al eventjes hebben gehad. Hier zie je trouwens het blad van de dodemansvingers. Daar zat ik een beetje te aarzelen ook tussen grof en fijn, maar ik heb hem toch maar bij fijn gezet. Bij fijn gezet. En ja, dit is dan zo'n geval dat je denkt, goh, wat is hier aan de hand? Het bloeit nu, want dit was in eind april. Half april, ik weet niet meer precies, maar ergens in april, echt nog heel vroeg. Ja, fluitenkruid bloeide al, maar ik dacht, ja, maar dit blad, dat is geen fluitenkruid. Ik dacht, dat is gevlekte scheerling. Het was ook net onder het viaduct van de snelweg. Het was tijdens een corona-ommetje wat ik hier liep in Rotterdam. Maar ja, hoe kan het dan dat die al bloeit? Dat klopt helemaal niet. Nou ja, toen bleek dat, toen ik eventjes wat bladeren opzij duwde, dat er dus een fluitenkruidplant midden tussen de gevlekte scheerling stond. Ja, dat maakt het leven best lastig als je dan florist bent. En zeker als je nog beginnend bent. Als twee schermbloemen door elkaar heen groeien, los dan de puzzel maar eens op. Maar goed, ik kwam erachter. En ik vond het een mooi leermoment dat ik inderdaad wel had gedacht van, hey, hier klopt iets niet. Dus dat is vooral dat ik hoop dat jullie op een gegeven moment ook gewoon gaan denken, hey, hier klopt iets niet. En dan ga je het uitzoeken. Misschien klopt het toch wel. Maar misschien kom je er dan achter wat er niet klopte. Hier wat meer foto's van die gevlekte scheerling. Nou, je ziet wel heel duidelijk waar de naam vandaan komt, dat gevlekte. Hij kan echt heel groot worden, manshoog. Zo zie je hem dan ook in de middenberm en zijberm, maar vooral ook in de middenberm van de snelwegen. Die staketsels blijven nog heel lang staan. Hier een foto van de onderkant van het bloeischerm met hier wat van het omwindsel. En hier de omwindseltjes die hij heeft. Dus dit is gevlekte scheerling. En hier nog even om te laten zien dat dus die bloeitijd ook wel een hele interessant is om je achterhoofd te houden. En met name om fluitenkruid en andere dingen uit elkaar te halen. Als het al in mei, april bloeit, nou, vrijgeheid, dan is het fluitenkruid. En als het is in december bloeit ook. Fluitenkruid, die weet, heeft zijn piek duidelijk in april, mei. Maar de rest van het jaar wil die het af en toe ook wel doen. Terwijl bijvoorbeeld die gevlekte scheerling, daar zie je van, ja, dan komt die piek zo eind mei in juni. En ook hier, gouden ribzaad, in juni. Dus fluitenkruid is echt de vroegste. Dus als je zo vroeg zit en je ziet iets bloeien, dan kun je er eigenlijk op vertrouwen dat het fluitenkruid is. En als je dus iets later ziet bloeien en je gaat twijfelen, dan is dat een goede reden van, hey, de piek van fluitenkruid is over, nou moet ik rekening houden met andere dingen. Maar het kan nog steeds fluitenkruid zijn. Nou, een ander kenmerk waar het heel handig is, maar ja, in het begin dan zijn die er niet. Dus je moet soms even wachten. Ik zie nou wat vragen. Misschien eventjes in de chat wat dingen. Iemand verbaast zich over selderij onder de groep zilt. Nou ja, als we inderdaad in de wilde plekken kijken waar selderij voorkomt in Nederland, dan heeft hij echt de voorkeur voor de zilte gebieden. In de stad kun je ook wel eens verwilderde, zeg maar, tuinselderij, gewoon de zaad van selderij vinden. De gouden ribzaad, dat komt nog. Gouden zaadjes ook al geantwoord. Nee, fluitenkruid en scheerling kruisen niet. Als er gekruist wordt, dan kruisen met name dingen uit hetzelfde geslacht zich. En fluitenkruid en scheerling horen niet bij hetzelfde geslacht. Het zijn wel dezelfde families. Maar dat is een lastig verschil. Familie, het zijn allemaal schermbloemen, dus dat heet de familie. En er zijn dus verschillende geslachten binnen.
En dat kan je in het wetenschappelijke naam altijd makkelijker zien, maar ik heb ervoor gekozen om in deze presentatie even alleen maar Nederlandse namen te gebruiken. Oh, dank je Leni voor deze aanvulling, dat er geen kruisingen bekend zijn in de schermbloemige. Dat wist ik niet, maar het verbaast me niks. Dan dus vruchten. Nou, ik hoop dat jullie al hebben genoten van de mooie diversiteit die je hier op het scherm ziet. En ik wil hier weer zeggen, het gaat dus niet om de soorten die hier zijn afgebeeld, maar dat je vooral realiseert hoe groot die variatie is. Met haartjes, dit is wilde peen. Hier hebben we de fijne kervel met ook mooie haartjes, maar dan wel opvallend dus het topje. Dat is loos, zeg maar. Het zaad dat zit hieronder. En hier is een loos stukje. En daarbovenop zie je dan pas de stempelkussens. Maar dan dus hier heel mooie behaard, een beetje haakjesachtig. Dit zijn beginnende platte schijfjes van de melkeppen. Nou, deze twee die lijken best veel op elkaar. Dit is fluitenkruid en dit is dollekervel. Dit zijn de bolle vruchtjes volgens mij van hondspeterselie. De roomse kervel komt terug. Hier zijn de vruchten nog wat rijper dan in de eerdere foto. Je ziet op de achtergrond weer die loze, niet vruchtzettende mannelijke bloeischermen daaromheen. Dit is volgens mij de zeevenkel, die ik verder niet had opgenomen in de lijst. Maar omdat het weer echt een andere vorm van vruchtjes is, heb ik hem wel opgenomen. En dit is een van de torkruiden. Ik moet zeggen dat ik even niet helemaal zeker weet welke het is, dus ik laat het even. Het is van pijptorkruid. Dus ja, als er vruchtjes zitten in de schermbloem, neem die mee of zet ze op de foto, want daar kan je vaak zoveel uithalen. Niet voor niets is er in de heukels ook een aparte sleutel voor schermbloemen in vrucht. Juist omdat die vruchten vaak betere kenmerken geven dan de bloemen. Nou, dan even een sheet erbij over die vruchten. Hier rechts een plaatje wat niet hoort bij de tekst links, maar het is gewoon illustratie uit Stace, Engelse Flora. Die heeft een aantal van die overzichtsfoto's van de vruchtjes van schermbloemen. Ook in de heukels staan heel veel tekeningetjes van schermbloemen waar het vruchtje steeds bij staat. Dus die afbeelding die heb je dan bij de hand in de heukels. En je ziet hier een aantal torkruiden. En daar zie je allemaal dat die zo'n soort tonnetje, die vruchten, die zitten heel dicht tegen elkaar aan. Het is hier zo recht. En dan zo'n snavel erop. Dit hoort ook bij die torkruiden. Dat is allemaal nauw verwant. En dat zie je ook wel in die vorm. En het is toch heel anders dan dit meer tonnetje met zo'n haakje bovenop. Bijna een kerstbal om op te hangen. Deze nog mooier. Ik weet verder niet wat dit allemaal is. Dan moet ik destijds erbij pakken. Dus die cilinders met die voelsprieten die heel dicht op elkaar zitten. Vaak zitten die vruchtjes van die torkruiden ook dicht op elkaar in die schermen. Dat zag je dus hier. Het is helemaal tegen elkaar aangegroeid. Hier gebeurt het ook hoor. Dus het is niet alleen torkruiden. Maar bij torkruiden ken ik dat in ieder geval. Dat meerdere soorten dat doen. Hebben ze haakjes? Nou, dan heb je eigenlijk weinig keuze in Nederland. Het is of peen, of een van de drie doornzaden, of fijne kervel. Nou, dat maakt het leven al een heel stuk makkelijker. Zijn ze bol rond, dan is het waarschijnlijk hondspeterselie, of koriander, of kleine bevernel. En heb je te maken met platte schijfjes, die van de berenklauw zien mensen misschien wel voor zich. Nou, ook watereppen, die zagen we daarnet ook al eventjes. Hier zijn ze nog vrij vers, maar als ze wat meer uitdrogen, wat rijpen, dan worden ze nog wat platter dan ze nu lijken. En ook pastinaak heeft hele platte vruchten en de engelwortel. Let wel op, er zijn allerlei soorten met van dit soort mooie ribbels. Maar als je de vruchten nog vers zijn, dan zijn die ribbels vaak nog niet of slecht zichtbaar. Dus dan kun je verkijken op dit soort plaatjes. Dan lijkt iets heel duidelijk ribben te hebben, dan zie je dat niet. Dan kan het zijn dat jouw vrucht gewoon nog iets te vers is en daarom niet ziet. En dan het opwindsel.
Nou, er wordt heel vaak wel iets mee gedaan in de sleutel. Maar er zijn in ieder geval 3 dingen die ik heel vaak gebruik. Hondspeterselie, echt denk ik ook heel bekend als kenmerk. De afhangende, naar beneden wijzende omwindseltjes. Als je dat ziet, ja, dat is onmiskenbaar. De enige plant in Nederland die dat zo doet. Als je van dit soort gedeeld omwindsel hebt, dus dat het echt één blaadje weer vertakt is, dan heb je peen of groot akkerscherm. Nou ja, dan is vervolgens hoef je alleen nog maar tussen die 2 te kiezen. Die hebben een behoorlijk ander blad, dus dat is dan weer makkelijk. En hier zijn er volgens mij meer van, maar degene die ik dan, volgens mij had bijvoorbeeld die aardkastanje dat ook wel, maar die is behoorlijk zeldzaam. Maar de melkeppen, die heeft in ieder geval heel duidelijk hier veel omwindsel en veel omwindselblaadjes, allebei. En ten opzichte van die andere planten die er in die slootkant staan, die waterkant staan, is dit dan wel onderscheidend. Dan de bladeren. Het is misschien niet echt een regel. Ik heb hem ooit zelf een beetje, het is meer mijn gevoel, dat bij watertorkruid, als ik dat blad, dat daar vaak zo'n knikje in zit. En nou, dit exemplaar had het heel mooi, dus dat laat het dan mooi zien. Melkeppen die staat onbekend dat hij rode of een beetje witte topjes heeft op alle bladslippen. Dat is vrij goed te zien, vaak al met blote ogen of desnoods met loep. Melkeppen heet niet voor niets melkeppen. Hij zou moeten melken, maar ik heb dat nog wel eens getest en dat was lang niet altijd erg duidelijk te zien. Dus daar zou ik niet te veel op van uitgaan. Als je het wel ziet, dan is het een aanwijzing dat het inderdaad melkeppen is. Dus doorbreken. Maar als je het niet ziet, dan zou ik me daar niks van aantrekken. Dan kan het nog steeds melkeppen zijn. Daarnet hadden we al even donkergroen glanzend groot blad. Bij mijn uitstapje van dat is geen fluitenkruid. Dat is best karakteristiek voor die gevlekte scheerling. Zo donkergroen ken ik het verder niet. En het lange smalle topblaadje hebben we ook al eerder even langs zien komen. En dan natuurlijk terugkomend op de geur. Peen, koriander, peterselie, venkel, dille en roomse kervel. Die laatste 3 lijken in geur wel wat op elkaar. Allemaal een beetje dat anijzige. Maar dan weet je in ieder geval in welk groepje je moet zitten. Venkel en dille zijn dan nog relatief het lastigst uit elkaar te houden. Maar ik heb het niet opgezocht. Maar er staat wel een goed verschilkenmerk in de flora voor. En dit is ook geen fluitenkruid. Maar dat lijkt er echt verdraaid veel op. En dit is niet mijn verhaal, maar hier gaat het verhaal dat Remco Anderweg, de stadsecoloog in Rotterdam, fietste langs bij het park, zoals dat heet, vlakbij de Euromast en bij de Maastunnel. En daar is een taluut, dus er ligt een soort dijk. En hij zag daar fluitenkruid bloeien, maar hij dacht, maar dat klopt helemaal niet, want fluitenkruid is eigenlijk al lang uitgebloeid. Wat raar. En hij ging nog eens beter kijken. En toen kwam hij er dus achter dat dat gouden ripzaad was. Want gouden ripzaad ja, lijkt verder echt in bladvorm heel veel op fluitenkruid. Alleen de vruchtjes die zijn ook in vorm hetzelfde. Maar die wordt uiteindelijk goudkleurig, terwijl fluitenkruid echt zwart wordt. Die vruchtjes die worden uiteindelijk diep zwart. Maar er zijn wel meer verschilkenmerken. En een hele belangrijke is die van fluitenkruid. Die heeft een groene geribde stengel. Die ook nog een beetje licht behaard is. Kort behaard. Terwijl gouden ripzaad heeft een gevlekte gladde stengel. Van fluitenkruid is de stengel hol. Daarom kan je er fluitjes van maken. En die van gouden ripzaad die is gevuld met merg. Nou, dan is er ook nog iets met de kroonblaadjes. Maar dat is volgens mij een onhandig kenmerk. En als hij natuurlijk rijpe vruchten heeft, dan is dat makkelijker. En je kunt dus wel iets met dat blad, want dat van gouden ripzaad, dat is grijziger. En volgens mij, als ik het goed heb, staat op deze foto dus hier ook nog wat fluitenkruidblad ertussen. Maar ik durf mijn hand er niet helemaal voor in het vuur te steken. Maar in ieder geval dit grijzige, dat is wel echt zoals het gouden ripzaad hoort uit te zien, zeg maar. En ondertussen is hij dus op 3 andere plekken in Rotterdam ook opgedoken. Misschien door maaien verspreid, misschien op een andere manier. Ik ben benieuwd hoe het ermee gaat. Die stengel, ik noemde hem net al eventjes bij
het gouden ripzaad versus fluitenkruid. Nou, hier zie je hoe fluitenkruid eruit ziet. Ik heb hier het gouden ripzaad niet tussen zitten. Hier heb ik die stengel die ik eerder noemde, die ik zeg van dat is zo'n toren. Van iedere verdieping is een klein maatje kleiner van het watertorkruid. Ik zal even de namen erbij laten zien. Dit is gewone berenklauw. Hier hebben we de reuzenberenklauw. De grote engelwortel. Wel een grote exemplaar van iets. In dit geval mooi rood gekleurd. Dat hoeft niet. Maar dit was aan het eind van de zomer. Je ziet dat hij hier al echt in vrucht begint te raken. De gladde, mooi een beetje gestreepte stengel van de Roomse kervel. De gevlekte, ruig behaarde reuzenberenklauw. De stengel van dolle kervel. Dat noemen ze ook gevlekt. Maar ik moet zeggen dat ik het hier eerder rood aangelopen zou noemen. En de echte gevlekte stengel van de gevlekte scheerling. Zo zie je dat er ook heel veel variatie zit in die stengel. In de kantigheid, in de beharing, in of hij misschien streepjes heeft. En er soms als je hem doorsnijdt of hij hol is of gevuld. Dus zorg dat als je een schermbloem tegenkomt en je wil hem fotograferen om later te determineren, dat je juist ook zorgt dat die stengel goed in beeld komt. En ja, het kan gebeuren dat je iets tegenkomt wat nog niet in de flora staat. Leni heeft deze vanochtend ook al de revue laten passeren. Dus voor de mensen die hem 's ochtends hebben gezien, dit is de herhaling. En voor anderen, dit is dan, krijg je hem toch nog mee. 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden, vonden ze in de Hoekse Waard tussen het riet een rare plant. Iets met blad dat je denkt, ja, het zal wel een schermbloem zijn. En op een gegeven moment groeide het wat groter uit en kon je ook zien dat hij dus inderdaad echt van dat beetje schedeachtige, dus het klopte helemaal. Het zal wel een schermbloem zijn, maar hij kwam niet tot bloei. Of in ieder geval niet toen waargenomen. Dit jaar zijn ze op speurtocht gegaan en hebben ze de plant teruggevonden en kwam hij wel tot bloei. En Frank van Gesselen was er als eerst op afgegaan. Elze van Dorser heeft dus dit jaar daar werk van gemaakt om te verzamelen, in de gaten te houden. Op een gegeven moment planten meegenomen. Je ziet, hij is best groot, kon die worden. En hij heeft zelfs ook zaad gezet. En het blijkt dus Javaans torkruid te zijn. 1 keer eerder gevonden in Nederland. Toen was het duidelijk wel een soort tuinverwildering. Dat was ook een variant met soort gekleurde roze vlekken in het blad. Maar deze staat echt op een plek helemaal niet dicht bij huizen. Dus het lijkt niet, in ieder geval niet een directe verwildering of zoiets te zijn. Onbekend hoe dit er terecht is gekomen. Potentieel misschien wel een invasieve soort. Dus er wordt... Ik weet niet of hij weggehaald is of dat het wordt overwogen. Maar dat kan je dus altijd gebeuren. Ja, dan ben ik al bij het stuk hoe verder. Eens kijken hoe het zit met de tijd. Nou, dat komt heel mooi uit. Mijn eerste tip is, maak een lijstje met soorten die je verwacht. Gewoon wat bij jou in de buurt, in jouw district gebruikelijk is. Of misschien als je naar bepaalde type gebieden toe gaat, ga kijken wat daar kan voorkomen. Welke soorten zou je kunnen verwachten? Dat maakt het veel makkelijker om dan te kiezen en te weten waar je op moet letten. Je kan bijvoorbeeld hier in de verspreidingsatlas via het dashboard een soortenlijst per atlasblok opvragen. Dat is dus hetzelfde als één zo'n stipje hier. Dan krijg je dus alle soorten die in die 25 vierkante kilometer zijn gevonden. Maar als je bijvoorbeeld wil weten wat er bij jou in de buurt, echt rondom jouw huis, zeg maar, aan schermbloemen voorkomt, nou, dan kan je best op die manier beginnen. En daar dan dan moet je nog even wel de schermbloemen eruit halen en door de rest heen ploegen. Maar goed, dat is misschien ook interessant. Dan zie je wat er verder ook nog aan soorten in jouw omgeving is gevonden. Een andere manier is dat je doelgericht gewoon wat soorten gaat opzoeken op verspreidingskaartjes. En dus gaat kijken van, goh, waar komen die voor? Zodat je wat beter weet. Fluitenkruid komt overal voor. Maar dolle kervel, oh ja, kijk. Nou, ik zei overal, maar eigenlijk zit er inderdaad wel een soort gat hier rondom Rotterdam. Dat hem hier in de buurt, hij is echt van de zandgronden, van de duinen en uit het oosten. En ziltorkruid, waarvan je ziet dat hij flink achteruit is gegaan. Natuurlijk gedeeltelijk logisch rondom de Zuiderzee, die niet zout meer is. Maar ook in Zeeland is hij flink afgenomen.
Dus dat is ondertussen wel echt een zeldzaamheid. Tip 2. Zorg vooral dat je fluitenkruid goed kent. Want die kom je het meeste tegen. En als je heel snel kunt beoordelen, oh ja, dat is fluitenkruid, dan hoef je daar tenminste niet hard over na te denken. En is het makkelijker om te zien van, hé, dit is wat anders. Dus zorg dat je inderdaad dat beeld van hoe die stengel bijvoorbeeld is, met die beharing, een beetje dat glimmende blad, dit is echt heel jong blad, dan is het natuurlijk nog niet zo stevig als dit. Maar hoe dat er nou uitziet, eigenlijk is dit ook een hele geschikte tijd om voor dit blad te leren kennen, want je ziet nu overal ook wel van die fluitenkruid rozetjes. Maar best is natuurlijk als je bloeit en je echt zeker weet dat het fluitenkruid is, om dan vooral ook heel goed dat blad te bestuderen. Iedere keer eventjes zeg maar, oefenen en even voor jezelf denken, oh ja, is dit fluitenkruid? Ja, dit is ook fluitenkruid. En tip 3 en 4. Niels Eimers die heeft een hele website met dat heet plantherkenning.nl. En daar kun je kiezen om voor een bepaalde groep planten en dus onder andere voor schermbloemen een quiz te doen. En dan krijg je dus bijvoorbeeld zo'n plaatje met zelfs de beschrijving erbij. En dan moet je vervolgens kiezen uit een lijst van een stuk of 20 namen welke schermbloem dit dan is. Nou, heel leuk om te oefenen. Als je dat gewoon een paar keer gedaan hebt, dan komen wel diezelfde planten uiteindelijk weer een keer langs. Maar dat helpt natuurlijk heel erg om je beeld van die schermbloemen in je hoofd te krijgen. En een andere tip is, kijk eens bij waarneming.nl. Je kunt opzoeken van als je een soort hebt, en dan kun je altijd daarbovenin klikken op de familie, de Apiaceae. En dan kom je op de pagina waar alle schermbloemigen onder elkaar staan. Steeds twee fotootjes, meestal één van blad, één van bloeiwijze of soms in de vruchtstand. En als je daar eens doorheen bladert, dan krijg je ook een beetje een beeld van, oh ja, hoe zien ze eruit? Je kunt het ook heel goed gebruiken als je wil beginnen met een plant, schermbloem, en je hebt echt geen idee of je komt er niet uit met de determinatiesleutel. Ga hier gewoon wat plaatjes vergelijken, dan heb je een beetje een idee welke überhaupt in aanmerking komen. En dan kun je daarna weer met de flora verder zoeken of welke dan het meest in aanmerking komt. En nou ja, deze presentatie die zal ook op de Florum website wel gepubliceerd worden. En dan kun je dit linkje ook gewoon gebruiken. En zal dat werken, kom je direct op deze pagina van de schermbloemen terecht. En dit is het einde van mijn presentatie. En als iemand nu vragen heeft, dan wil ik die nog met alle plezier proberen te beantwoorden. Maar dan denk ik dat het handig is dat, Stef, heb jij een beetje een beeld van vragen uit de chat? Kan jij misschien mondeling wat dingen noemen? Ja, heel veel vragen zijn ook al in de chat beantwoord. Dat is fijn. Maar één vraag was onder andere of je op basis van een paar diersoorten ook al de plant kan herkennen. Dat vond ik wel een hele leuke. Volgens mij in principe wel, maar of dat voor schermbloemen geldt, weet ik niet. Ik ken daar zelf geen voorbeelden van hele sterke koppelingen. Maar ik ben ook niet zo'n... Josien, ben je daar? Heb jij een voorbeeld? Oh, ik bedoel José eigenlijk, sorry. Nee, ik krijg nog geen respons. Oh, hier, peenkoninginnenpaasje. Nou, maar koninginnenpaasje, de rups, die zit juist ook op de venkel, weet ik. Dus dat is in ieder geval niet helemaal eenkennig. Of gaat het om de bloembezoek? Ja, Wankja noemt onder andere de fluitenkruid bij. Natuurlijk, Wankja die weet dat wel. Maar die vliegt ook op andere schermbloemigen. En de schermbloembij. Het meest op fluitenkruid, ja. En natuurlijk ook nog plantengallen. Maar misschien is het toch niet zo geschikt dat er insecten zijn die heel specifiek
op een bepaald type schermbloem zitten. Dus dat het meer andersom is. Dat je het insect misschien ook herkent aan de plant. Ja, een andere leuke vraag is nog. Waar komt de naam torkruid vandaan? Een vraag van Marcel. Die moet ik opzoeken. Ik heb geen idee. Ik kan me wel voorstellen dat je die vruchten torretjes vindt. Maar misschien is het... Ik denk dat het eigenlijk een hele andere oorsprong heeft. Nee, ik weet het niet. Iemand die het wel weet? Typ het maar in de chat. Ja, een van die dingen die ik zelf vond was dat er heel veel torretjes op zouden zitten. Of dat klopt, dat weet ik niet. Ja, oké. Okay, maar niet op andere schermbloemen ook wel. Ja. Nou, denk je dat het zo'n beetje was? Oeh, kan ik nog uitleggen blaadje van de eerste, tweede, derde orde? Nee, ja, dat kan ik wel, maar dat wil ik niet. Want dat vind ik juist ook, dat zijn de lastige dingen met de flora. En dan wil ik altijd graag mensen gewoon, dat ze naast me zitten. En ik heb juist geprobeerd om vanuit de andere kant schermbloemen uit te leggen. Juist die kenmerken die makkelijk zijn. Ik bedoel, die ik makkelijk kan uitleggen in zo'n presentatie. Dus bewust kies ik ervoor om dat nu niet te doen. Ik zie ook nog in de chat dat mensen druk bezig waren met opschrijven en printscreens maken. Ik neem aan dat deze lezing ook op de site van Floron komt te staan. Ja, dat is wel mijn bedoeling. Dus alles kan teruggelezen en teruggekeken worden. Ik zie dat veel mensen wel het gevoel hebben dat ze dingen hebben geleerd. Dus dat is mooi. Dat is mijn doel bereikt. Dan denk ik dat we het maar zullen afsluiten, toch? Ik denk het ook. Ik denk dat we rond zijn. Ja. Ik zie nog een thumbs up. Ja. Nou, dank jullie allemaal voor het aanwezig zijn en luisteren. Ja. Leuk dat jullie er allemaal waren. Even een virtueel applaus voor Willemien.